Het is nog een beetje vroeg, even wachten op Julian. Ja, hier. Daar heb je de dikke waar. Een hele goede nacht. Ja, het is 1 voor 6, dus nog steeds nacht. Lekker thermomokje met koffie mee van huis. Welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Julian. We staan hier op station van Hengelo. Vandaag een beetje een raar rondje trein op de planning staan. Ja, een klein experimentje. We gaan vandaag een rondje treinen door West-Europa. Ja, heel veel kijkplezier. Nou, en dit noemen we hartstikke kut. Ik heb hier een kruiwagen. Vol met ellende. Kijk, Patrick heeft het al bekeken. We gaan een kaartje halen bij de kaartautomaat. De cafeïnehoudende warme drank is daadwerkelijk hard nodig nu. We nemen zo dadelijk de allereerste trein van de dag, de Euroviool, naar Rijnen. Hello. Hello. Oh, oh. Hello. Nou, kom maar op met die Euroviool. Lekkere warme Euroviool. Deze nemen we naar Rijnen. Aangekomen op het station van Rijnen met de Euroviool. Hier stappen wij over op de Abellio Westfalenbaan trein naar Münster. Daarvoor hebben we een ander ticket nodig. Een NRW-ticket. En vergeet niet je naam op het kaartje te zetten. Patrick, je bent de Pinkelmaster. Wij zijn aangekomen op Münster Hauptbahnhof. Hier hebben we een dikke overstap. Gaan we even een inkopen doen. Rewe to go. Een tute. Onze volgende trein gaat vertrekken van spoor 14. Het is nog maar 8:10 en we zitten al in een ditch. Wordt intens vandaag. O jeetje, ze gaan het ding zelfs koppelen. Terwijl we aan het ontbijt zaten, kwam de trein binnen. Een Flirt 3 van de DB. Die rijden ook alleen op de RE42, deze lijn dus. Deze trein gaat naar München-Gladbach. En deze nemen we tot het ene laatste station, dat is Viersen. Ja, we zijn weer in een of ander boerengebied aangekomen. Dit is station dat jaar. Patrick, we gaan een naald door je eikel heen jassen. Nee, doe maar niet. Hoe? Een zwarte 112 op Gelsenkirchen met maar liefst één tosto erachter. What the fuck? Rare trein. Zo, in mijn blik stierensperma opentrokken. Ik vind dat het moelemmer aan de roer moet zijn. Hè? Het is gewoon een en al trash hier. Nog een
half uurtje tot een vier. Just how long did you think that you could fake it? Can't hold on, we already started breaking. I'm not yours, so stop acting like you own me and know me. No, you're never gonna show me. I'm so beyond being hurt and heartbroken. I'm too far gone. Plus 2 vertrokken naar het Krefeld Hauptbahnhof. Volgende seizoen is 4 en dan gaan we overstappen. En onze overstap daar is maar 6 minuten. Dus dat is vrij spannend. Viersen. We hebben heel veel geluk. De aansluiting is op hetzelfde perron. Maar het perron staat wel helemaal vol. Oh ja. Mooie trein. Ook met de Martel Express. Ja, spoorwijziging, het is tafels terug. Oh ja, enkel stelletje, flirt! Nou, en dit noemen we hartstikke kut. Kut! Wat ontzettend kut, wat ontzettend kut. Kut! De planning voor vandaag. Kan de prullenbak in. De RE13 is de grensovergang hier bij Venlo. Is onbetrouwbaar als neuk. Die trein was te laat in Viersen. Dat is een heel probleem. De trein was stampensvol, want iedereen gaat hier wiet roken in Nederland. Hartstikke prima, maar dan moet Eurobaan wel zo competent zijn om een tweede stil in te zetten. Dus we hebben een bak overgang gestaan. De trein was daardoor plus 7. De overstap hier in Venlo was 7 minuten. Dus we hebben die fucking G2 naar Roermond zien wegrijden. Ik heb hier een kruiwagen. Vol met ellende. Dat ze dat hoerending na een jaar nog niet hebben vastgezet met de ketting. Nou, gauw boeken voordat het Arriva service personeel ons een trap gaat verkopen. Jezus. En voor deze vertraging heeft de verkeersleiding van ProRail geschoten op naar Roermond. Roermond, en daar komt onze aansluitende trein binnen. Mooie aansluiting. Nou, we lopen lekker achter de feiten aan. Nu gaan we met deze babyflirt naar Maastricht. Oeh, je bent hesje op het station. Maastricht. Een uurtje geleden hier was ook prima, aangekomen in Maastricht. Nu gaan we naar de kaartautomaat van de NMBS. Wat er met dit scherm is gebeurd. En het ticket voor België is binnen, ja, 3 landen toe. Wist je dat? De stationshal van Maastricht lekker galmt. Niks! En nu is het tijd voor een goddelijk vega, zo zei ze broodje. Oh, er staat daar een heel mooi breekje klaar. Dit interieur heb ik dan weer niet gemist. Maar dit? Zeker wel. Heel dik. Met deze trein gaan we naar Luik. Fahrzeit! Oh my, oh my, oh my,
Korte overstap op de volgende trein. NS, luister eventjes heel goed mee. De volgende trein is een reguliere Intercity. Die gaat over de hoge snelheidslijn met 200 km per uur en is toeslagvrij. Hele reeks aan hagelnieuwe M7's. Er zit ook nog een oud I6 rijtuig tussen. Dit is super comfortabel. Met deze trein gaan we naar Leuven. Nou, een versnelde opname is niet nodig. Ja, we rijden nu wellicht 200 km per uur met een reguliere intercity trein. Het kan wellicht. Vader, geef mij een pak rammel met uw windmolen. Dat ging mooi rap. We komen nu aan in Leuven. Overstap van maar 5 minuutjes hier op de intercity naar Antwerpen, dus we moeten even snel door. Weer een break, op naar Antwerpen. Beste reizigers, wij herinneren u aan dat het dragen van een mondmasker als waar mondwasneus volledig brengt ten alle tijde verplicht is, met aan boord van de treinen en in de stations. Wij danken u voor uw medewerking en wensen u alvast een fijne reis toe. Hoe keek deukbrillen? Het is wellicht het enige materiaal van de NMBS wat ik nog nooit heb gehad, want die rijden niet in het weekend. En hier werd het effect van om 5 uur de wekker zichtbaar. Ik kakte echt helemaal in. Ja, vind je het gek als je van Münster naar fucking Mechelen gaat? Er zijn dagen dat ik wens, ik was mee. Er zijn dagen dat ik wens, ik was mee. Aangekomen op Antwerpen Centraal. Kunt hij met de roltrap naar boven, maar de roltrap die doet, die gaat hier een stukje vrij horizontaal. Als er één station is waar ik echt helemaal ballistisch op kan gaan, dan is dat Antwerpen Centraal wel. En het volgende kaartje is binnen, weer een behemoth. God non de juur wat de volk voor de volgende trein. Gelukkig even maar een klasverhoging tot aan de grens. Dat moment dat zelfs de eerste klas vol zit van deze trein. Oh ja, Antwerpen Noorderdokken, wat een depressie. Ah, jammer, Nederland. De volgende halte is Roosendaal. Eindstation. Wat steeds weer dat reisgezelschap. Van de 4 gaan we verder rijden met de Nederlandse staatsspoorwegen. Roosendaal. Ik was even bang dat de staatsspoorwegen zo'n vloeifilm zou voorschoten, maar het wordt gelukkig een ongemoderniseerde. Ja! Ik vind het jammer dat deze films worden gemoderniseerd. Deze treinen zitten echt super lekker. Deze trein nemen we naar Den Bosch. Oh ja, tuurlijk. We kregen bij voorbaat 5 minuten vertraging. Ja, ik moet heel nodig kijken of ik nog een jongetje ben, maar dat kan niet als we stilstaan op het station. Dus nog een ouderwetse trein. Oh ja, ProRail weer. Goederentrein maar voor.
natuurlijk de goederentransit voor ons. Hè. Dan staan we weer overal stil. Den Bosch, kijk, dat is onze, of een vloeifirm zelfs, dat is onze aansluitende trein. Ik ga lekker voor de boodschap staan, joh. Top, gehaald. Het is wel een flowfirm. Ik ben er ook alweer achter waarom deze dingen eigenlijk heel kut zijn. De stoel is wellicht hetzelfde als in de tweede klas. De verkeersleiding van Prutschreel. Ja, de wespen. Misschien zijn we wel zo zagrijnig omdat we honger hebben. Laten we eens eventjes naar een goede vleestoko gaan. Patrick heeft zijn focus gezet op de 5 kerels. Ja, daar snap ik wel mee in. One eternity later. Are you vegan yet? Are you vegan yet? What are you waiting for? Are you vegan yet? Are you vegan yet? Open the vegan door. Saving animals begins with you. If your neighbor can be vegan, then so can you. Food review, in elk geval instant hartaanval. Dit is, we gaan hier vooral heen voor die burgers. Dit vlees op die burgers. Dit is zo verschrikkelijk lekker. Het water loopt me gewoon godverdomme in de mond hiervan. Dit is zo verschrikkelijk goed vlees. Echt, waarom zou je fucking vegan willen worden? Dit is goddelijk. Mokertje lekker en zelfs de melk in de mug. Ik zit niet vol, Ikeel. Ik was zwanger, joh. Patrick werd er zelfs zwanger van. En zelfs de melk in de milkshake was gemaakt van echte melk. Dus dat is niet vegan. Nu gaan we even lekker een biertje scoren voor de terugweg. Zo, en na zo'n gigantische tyfusdag als vandaag heb ik dat biertje zeker verdiend. Arnhem en Tussen, Ede, Wageningen en Arnhem. Doorweer. De trein naar huis is er. Ja, wellicht een losse koploper. En hij presteert het. Hè. Moet eens kijken wat de drukte ook. Lang leven eerste klas abonnement. Er was toch zo'n hokje vrij bij deze Intercity. Gaan we naar Hengelo. Ik ben er helemaal klaar mee. De Orlo Hengelo en Hemstemmie, Enschede. Dit is Amersfoort Centraal. Dit is echt daadwerkelijk. Verschrikkelijk. Dit bier is fucking lekker. Beste reizigers, het volgende station is Hengelo. Eindbestemming voor Julien. Dit is gewoon een stoontje. Nou, en aan een bohemuf van een dag aangekomen op het station van. Hengelo is het eindpunt van deze rit. Ik ben echt helemaal geslopen en gesloopt. Ja, het was echt een verschrikkelijk vermoeiende dag dit. Maar ik vond het wel super, super fucking awesome om dit te doen. Vond je dit ook super fucking awesome? Laat zeker weten, zo'n duimpje de lucht in achter. Wil je meer van dit soort awesome content zien? Liever dit soort bohemus van de dagen, maar prima. Abonneer even hieronder op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Tjus en bis op 9e maal. Later en addict. Ellende!